Monique, ik ben 14 jaar en ik zit op kunstschaatsen. Ik ben begonnen toen ik bijna 7 was. Nou, bijna 8. En, dus ik schaats nu ongeveer 7 jaar. Ik schaats normaal 6 keer in de week. Maar ik heb er ook ballet bij. En ook conditie. VIP, let's kick it. Ice, ice, baby. Vanilla. Ice, ice, baby. Come on, come on. Ice, ice, baby. Ik heb een Russische trainster, Olga. En ik heb ook nog een choreograaf. En die doet, ja, die maakt mijn kuur, zeg maar, helemaal mooi. Ja, soms dan train ik ook nog bij een Canadees. Hij is de bondscoach van de KNSB. De KNSB is de Koninklijke Nederlandse Schaatsbond. Je hebt ook het NTC en dat is het Nationaal Trainingscentrum en daar moet je voor selecteren. En dat zijn dan alleen, zeg maar, de beste van Nederland. Ja, daar hoor ik ook bij. Mijn zusje zit ook op schaatsen en die vond het allemaal heel leuk wat ik allemaal deed. En toen is ze het ook gaan doen. Nou, ik ben Naomi, ik ben 10 jaar en ik ben het zusje van Dominique. Ik ben Meerte, ik ben 8 jaar en ik ben ook het zusje van Dominique. En ik vind dat ze het heel goed kan schaatsen, veel beter dan mij. Ik ben heel trots op Dominique, want ze kan het echt super en dat ze maar het best doet. Ik ben Femi van Halen, ik ben de moeder van Dominique Murk. Ja, Dominique schaats denk ik sinds de 8e. Sinds die tijd rijden we bijna elke dag heen en weer tussen Maarsen en Zoetermeer in. Het vele weg zijn en het vele rijden, ja, dat legt toch wel op druk op het gezin. S'avonds eten we bijna nooit met elkaar. Volgens mij alleen op zaterdagavond en zondagavond eten we met elkaar. En verder kook ik altijd meestal een dag van tevoren. En het wordt net gelang wie er thuis is, wordt het opgewarmd in de magnetron. Ik ben Claudia, ik ben 14 jaar. Ik zit bij Dominique in de klas en ik ben Dominique's beste vriendin. Altijd als we wel eens gaan schaatsen met z'n tweeën of zo, of met anderen, dan is het van ja, doe eens wat voor, maar dat doet ze nooit. Maar dan is het wel zo van wauw, dit is mijn beste vriendinnetje, daar kan je wel trots op zijn. Ja, ik heb op zich wel weinig vrije tijd, maar ja, je moet er wat voor over hebben.